Like voor dit en negeer voor dat. Oké, mensen, ik heb een like challenge voor je. Like even deze video 3 seconden tijd. En waarom word ik nou weer gelijk aangevallen? Hey, dit is een stelraciste, man. Even serieus. Oh my god. Oké, we gaan ze even allemaal met elkaar staan. Mensen, like even deze video, want anders is grote kans dat Pennywise aankomt. Lijkt me nou niet zo'n goed idee. Hey joh, wat denk je wel niet, hè? Ik zweer het, ik map jullie allemaal. Oh my god, allemaal ruzie maken hier, hè? Allee, zeg. Oké, zo doe je dat. Zie je dat? Hoppa. Oké, laatste. Oké, laatste wil er ook even een gevechtje mee maken. Zo. Dacht dat niet, vriend? Dat betekent klap op je achterhoofd en fucking hard mijn gezicht door de grond vallen. En eigen schuld. Mensen, like even deze video. Kom aan. Anders is een grote kans dat Pennywise straks naar jullie toe komt. Dat wil je niet hebben. Wat doet die dame daar? Gaan we naar de wc toe. Een goed idee. Weet je, we gaan even McDonald's eten. Daarvoor kwam voor hun rustig eten. Goed gelijk aangevallen. Ja, natuurlijk op mijn huidskleur. Echt wat een vieze mensen. En wat gaan we nemen? Ik heb zin in een double chicken barbecue. Let's go. Eten. Oké, en we gaan even eten, mensen. Let's go. Oké, daar gaat hij. Hop, 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 hop. Ja, kijk, je ziet het, hè. Franklin heeft honger. Jawel. Hoe smaakt die burger? Let me know. Nog een hapje. Goed zo. Oké, en waarom laat je hem vallen? Wat is dit? Oh my god. Nou ja, in ieder geval, we hebben lekker gegeten. En dat betekent dat we lekker weg kunnen gaan hier zo. Oké, en ja, hier liggen die mensen lekker te slapen. Ja, dan moet je maar geen ruzie zoeken met mijn vrienden. Dan hebben jullie zelf naar gemaakt. Weet je wat ik zeg? Oké, het is wel heel erg gecrackt op de grond. Maar we gaan gewoon lekker weg. Zo, hoppa. Maar zeker weten dat hij dood is. Rij gewoon even over hem heen. Maar we gaan dus vandaag naar de kermis toe. En ja, ik ga dus namelijk met een vriendin van mij mee. En niet te vergeten, met Georgie. Georgie gaat ook vanavond mee. Dat is onze, ja, dat is zeg maar de kind van de moeder. Ja, je weet het wel. Dus mensen, wij gaan lekker naartoe. En Georgie. Ja, en die moeder gaat gewoon een leuke kermisdag hebben met mij. Let's go! Oké, dames en heren. En we zijn dus bijna aangekomen op de kermis. Maar eerst even de hellingproef, want dat is wel even nodig. En let's go! Oké. En dus daar moet het zijn. En we gaan ze even ophalen. Onze moeder en de kinderen. Ik ben benieuwd wat we op de kermis tegenkomen, ons even serieus. En oké, wie is hier zo? Yo, heb je zin om naar de kermis te gaan? Ja, maar mijn zoon doet een beetje moeilijk. Kun jij misschien proberen te overtuigen dat hij meegaat? Wat doet je zoon dan? Nou, hij wil helemaal niet naar de kermis, omdat hij liever aan het gamen is of zo. Is dat zo? Ja! Probeer over te halen, ja? Waarom zou het dan niet willen? Dat is toch leuk om even naar de kermis te gaan met z'n allen? Oké, we gaan hier even naar binnen, ja? En yo, zoon, heb je zin om naar de kermis te gaan? Nee, niet echt. Hoezo heb je daar geen zin in? Ja, ik weet, ik wil liever Fortnite spelen. Fortnite? Hoezo wil je nou weer Fortnite spelen? Wat heeft dat voor meerwaarde? Even serieus, kom op, ga gewoon mee. Nee, ik heb afgesproken met Jago om een potje Fortnite te spelen, want ik wil namelijk de beste worden. En naar wie kijk je dan? Ja, Games for Real, die lid aan mij allemaal. Hè? Ik wil hem proberen te verslaan. Maar jij gaat nooit zomaar in de server met Games for Real komen, hoor. Oh nee, ik weet het dat ik erin kom. Oké, we gaan het zien, oké? Ga je maar lekker, Fortnite spelen dan. Oh my god, het Fortnite-kindje moet er even zijn. Hij doet echt te moeilijk. Hij wil per se zijn favoriete YouTubers nastreven. Ja, dat dacht ik al. Ja, echt vervelend, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, oké. Zullen we gewoon naar de kermis gaan? Ja, dan even zonder kinderen. Ja, private time. Inderdaad. Oké, we gaan naar de kermis toe. Let's go. Oké, mensen. En we zijn buiten aangekomen. En we gaan naar de kermis. Op de kermis. Met z'n allen bij elkaar. Oh nee, dat is een ander liedje. Oké, mensen. Wij gaan dus lekker rijden. Let's go. Woe. En ja, dan gaat die vrouw. Die komt er ook wel even achteraan met de auto. Dus ja, wordt een leuke dag in de kermis. En ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. En ik ben benieuwd, want ik wil die twee mascottes zien. We hebben namelijk twee clowns lopen. Eentje verkleed als Pennywise en de andere verkleed als de oude Pennywise. Dus ik ben benieuwd waar die mascottes allemaal zijn, man. Eerlijk, die willen we heel graag zien. Oké, en ik wil even kijken hoe echt ze eruit zien. Even serieus. Maar ja, we gaan er lekker op af. Oké, dames en heren, en we gaan dus lekker naar de kermis toe. Daar heb ik echt zin in. Oké, laat even onze auto parkeren. Ja, hou eens even je mond. Ik heb even geen zin in jou. Oké, dames en heren, en we gaan dus lekker naar de kermis toe. Oké, let's go. Oké, laat even lekker onze auto parkeren. Maar waarom zijn er alleen maar gehandicapten? Oh, wacht, zijn er maar 4 gehandicapten per parkeerplaatsen. Maakt niet uit. Oké, zijn er al iets meer. Maar goed, we gaan dus lekker naar de kermis doen en even onze mascottes ontmoeten. Pennywise. Ja, daar heb ik wel zin in, man. Die mascottes, daar kom ik wel een beetje voor. En natuurlijk voor de achtbaanrit. En oké, wie is dat lopen? Hey, hij laat niet goed. Oh, Pennywise. Hey, ik ben je grootste fan. Pennywise. Hey, hallo. Nee. Hey, Pennywise, daar gaat ie. Nee. Oh mijn god. Oh, uiteindelijk, ik heb Pennywise ontmoet. Ja, maar waar is die andere clown? Die loopt hier ook altijd rond, toch? Nou, in ieder geval, ik ga lekker in de achtbaan, dus laten we dat doen. Oké, ik ga voor je de verkeerde kant naar binnen, maar dat maakt niet uit. Wij gaan lekker een ritje maken in de achtbaan, mensen. Let's go. Oké, we hebben er zin in. En we gaan eens even kijken hoe dat ding gaat. Ja, leuk. Oh my god. Ja. Daar gaan we hoor. We gaan lekker omhoog. Oh jawel. Oh, het uitzicht op Los Santos is zo mooi. Oké, hij gaat omhoog. En daar gaan we hoor. Ik wil hier een keer het echte toe, man. Dit bestaat het echt ook, hè? Dat is een Los Santos, Santa Monica. En let's go. Woo! Let's go. Woo! What a ride. Woo! Let's go. Oh my god, dat is zo mooi hier. In de avond. Woo! Yeah! Ja, mensen. Wat een rit. Oh, mijn god. Ja! Wat doet dat kind trouwens daar zo? Oké. En oh, my god. Ik heb me vermaakt, jongens. Oh, jawel. Zo, wat een ritje. Nou ja, die 15 euro kan maar gestolen worden. Wel een beetje een duur ritje, man. $15. Laat het eerlijk zijn, maar... Hey, het is wel waard voor deze keer. Het is Santa Monica, hè? Ik weet niet hoe duur het duizend kost het echt, maar... Oké. En wat gaat hij doen? Huh? Waar gaat hij naartoe lopen? Wat is dit? Hallo? Huh?
Waar gaat hij heen? Ga naar de wc, maar het leek alsof hij geroepen werd. Even serieus. Either way, we gaan eens even kijken, want ja, hij is dan niet voor niks, toch? En, hè? Hij is verdwenen? Wat is dit nou weer? Hoe kan hij nou hier verdwenen zijn? En heeft het met die andere Pennywise te maken? Of niet? Ik heb die nog helemaal niet gezien. Oké, weet je, we gaan lekker naar huis toe. Want ik vind het wel goed zo geweest. Of we gaan het reuzenrad erin, maar ik denk niet dat dat nou echt... Kun je daarin? Ja, dat kan. Oké, we gaan even het reuzenrad in en dan gaan we weg. Wow. Oké, en we zitten dus in het reuzenrad. Oh jawel, en dit is dus de view die je hebt om te hebben. Oké, heel mooi. Nou ja, dit is het reuzenrad en jullie zien het allemaal. Fantastisch, dat is de kermis. Nou, ik heb me geamuseerd, jongens. Ik ga lekker naar huis toe. En wat ga ik doen? Pitten. En Pennywise, oké, die is nog steeds. Dus dat is gewoon echt Pennywise. Heeft er niks mee te maken. Hé, hey meneer, geef je fucking money. Hoppa. Zo, heb je geld? Nee. Kom op. Lig jij? Lig je nou eindelijk? Oh, jij gaat zonder geld naar de kermis. Wat dacht je nou, hè? Kom aan, zeg. Ik wil je geld stelen. Oké, en wat doe jij nou weer moeilijk? Help, Dilly! Wat is er gebeurd? En hey, Samantha, wat is er? Ja, er is nou met mijn zoon gebeurd. Ik ben hem kwijtgeraakt. Heb je hem toevallig gezien? Nee, ik zou het echt helaas niet weten. Oh, ik ben hem kwijtgeraakt. Ik kan hem nergens vinden. Ik heb hem overal gezocht. Hey, ik weet het niet. Oh, mijn god. Maar hoe ziet hij eruit? Hey, nou, ik heb net pakken aan een zwart haar. En ja, hij ziet er gewoon heel netjes uit. Alles zo netjes. Waar had je voor het laatst gezien? Hij moest zo naar de wc. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Oh mijn god, nee. Mevrouw, we gaan op zoek, oké? Ja, ik eerst even lekker slapen natuurlijk. Ja, een beetje gek eigenlijk. Maar goed mensen, wij gaan lekker naar huis toe. En ik ga ook lekker even pitten. Lekker pitten, man. Let's go. Zo, oké, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker naar Oslo toe. En ja, we gaan even pitten, man. We hebben het even nodig. En we hebben onze rust nodig. En waar is het? Inderdaad, in mijn veilig appartement. Oké, hier dus, hè? Oké, daar zijn we aangekomen. Oh, het begint wel een beetje moe te worden. Weet je, we gaan even naar ons appartement toe. En we gaan gewoon lekker slapen. Oh, eindelijk thuis. Wow. Lekker naar bed. Ik ga gewoon pitten, man. Ik ben echt dood op, weet je dat? Snap je dat niet of wat? Mensen, jeet. Ik ga lekker slapen. Welterusten. Oh my god, voor mij had ik echt een hele nare droom. Oké, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik word wakker en ik voel me echt heel rot op dit moment. Oh my god, waar heb ik over gedroomd? Ik weet het niet, maar ik voel me gewoon niet goed. Ik ga toch even naar mijn vriendin toe. Blijkbaar is ze ook wel wakker. Ik zat net op WhatsApp te kijken. Het is gewoon al tegen 3 uur 's nachts aan. En blijkbaar is ze ook nog gewoon wakker. Dus ik ga even naar haar toe, man. Maar waarom is ze online? Ik weet het niet. Normaal slaapt ze altijd zo vroeg. En nu ineens is ze gewoon zo laat online. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er gewoon lekker naartoe rijden en ik ga dus even pols over te nemen, man. Want hier klopt iets gewoon niet helemaal. Ik heb het idee dat het niet helemaal in orde is. En daarom moeten we er gewoon even lekker op afgaan, man. Oprecht. En oh my god, ik weet het gewoon niet. Ik ben gewoon confused. En oké, we gaan er wel lekker op af. En daar moet het dus zijn weer. Ja, we kennen het wel. Alright. En oké, dus hier moet het zijn. Hé, meneer, ga eens even aan de kant. Ik moet hier misschien parkeren, vriend. Oh mijn god. Ga je lekker voor mijn deur staan. Oké, dat was niet de bedoeling, hè? Oké, we gaan even naar binnen toe. Want ja, we moeten toch even iets van hulp nodig hebben. Dilly, er is iets serieus aan de hand. Wat is er aan de hand? Mijn zoon is vermist. Oh nee, dat meen je niet. Waar heb je voor het laatst gezien? Hij was gewoon voor dat spelen. En toen ik slaap en ineens hoorde ik gegil. En toen was hij weg. Gegil? Hoe kan dat nou weer? Ik heb geen idee, Dilly. Misschien weet jij het. Hoe moet ik dat weten? Nou, misschien mijn creepypasta. Daar geloof je toch niet in? Je zegt altijd dat je dat niet gelooft. Nou, ik begin er steeds meer wel in te geloven, hoor. Oh, hoe komt dat? Omdat ik al je filmpjes kijk. En je filmpjes zijn toch best wel echt eigenlijk? Ja, oké, je hebt wel gelijk. Like ook altijd mijn video's. Ja, en dat moet iedereen ook doen. Mensen, als jullie kijken, like de video. Als Dilly aan het opnemen is. Nee hoor, ik ben niet aan het opnemen. Zeg eens allemaal. Oké, ik ga er lekker op af, ja? Is goed. Oh mijn god, zeg. Dat is niet de bedoeling. Maar mensen zijn geabonneerd op mijn account. Lijkt me wel een goed idee. Ik wil die 100.000 halen. We zijn zo dichtbij nu. Laat het nu niet verprutsen. Dit jaar moet het lukken. Oké, we gaan weg. Ik zag zelfs een YouTube-video voorbij komen van vorig jaar, nog 2021, dat ik eigenlijk vorig jaar was moeten hebben. Maar toen had ik het weer verprutst, omdat ik zo nodig feelings voor iemand moest krijgen. Ja, heel vervelend. En de feelings namen een beetje mijn gevoel over. Oké, dat is best wel erg eigenlijk. Maar ja, we gaan er gewoon lekker op af. Oké, mensen, en we gaan lekker racen in mijn dikke AMG. Dikke AMG, ja, mijn dikke AMG. Ik ga erop af in mijn dikke AMG. Dikke AMG, dikke AMG. Jawel, mensen. Oftewel, ik denk dat ik in mijn dikke AMG zit. Nee, maar we zijn lekker snel. Gaat lekker. Oké, jeet. Au. Oké, dat doet me een beetje pijn. Ja, oké, en wat doet iedereen hier? Come on. Hè? Zo. Wat doen jullie hier? Uh-oh, worden beschoten. Kom dan. Jij ook. Hoppa. Lekker maar aanvallen, hè? Nou, zo moeilijk is dat niet. Even een groepje uitmoorden. Want ik ben tenminste beschermd tegen panzers. Dus ja, ik heb gewoon kogelvrij vest aan, snap je? Dan kom ik een kogel erin, vriend. Dus schiet maar wat je wil. Maar goed, tenzij mijn hoofd schiet natuurlijk. Daar is een kogelvrij vest niet voor geweerd. Want mijn hoofd is niet kogelvrij. Zou er bestaan ze ook een hoofd kogelvrij vest? Zo'n kogelvrij masker of muts, weet ik van wat. Ik denk het niet, want je moet ook ergens doorheen kunnen kijken. Een kogelvrij glas. Dan moet je waarschijnlijk wel echt gewoon 3-4 centimeter dikke glazen hebben. En als je in je ogen wordt geschoten, ja, hoe moet je dat overlezen? Of als je zulke dikke pakken hebt. Maar goed, maakt niet uit. Even daar nu over gesproken. En we zijn aangekomen hierboven. Let's go. En wat? Ik wist het, hè? Pennywise. Hey, was je toevallig op de kermis? Nee, dat was ik inderdaad. Oh mijn god. Ik wist het, hè?
Nee. En je bent zeker op zoek naar je zoon, hè? Ah, niet mijn zoon. Nu val je lekker in het water, vriend. Oké. Oh, je gaat erop, hè? Kom dan. Zo. Hoppa. Had je nou wat, Pennywise? Nee. Oh my god, je hebt echt 700 levens of zo, wat? Auw! Hey, Pennywise! Auw! Moet nou maar... Ey, is niet de bedoeling, hè, vriend? Slapen jij? Hè, wat dacht je aan mijn zoon te zitten dan? Kom aan, vriend. Ik ben tenminste een monster bestrijden, ja? Stomme rotclown. Ga maar lekker zwemmen. Heb je nou je zin gehad? En even af te maken. Wallas, hè? Die is dood. Oké, en wegrijden. Let's go. Oké, er staat gewoon een trui voor me klaar. Is die van Pennywise? Ik denk het. Oké, we gaan er gewoon doorheen. Oké, door de tunnels. Wauw, oké. Het is wel moeilijk. Maar, hey, trui is een trui. Oei. Au. Hey, verdorie. Dit is niet de bedoeling. Met die roltram van je. Oh mijn god, waarom zit ik in een metrostation ook gewoon? Ja, moest hier wel uitkomen blijkbaar. Dus we gaan er even op af. Let's race. Oké, en zo. Juist. Oké, perfect. Hier moet ik naartoe, hè? Oké. Ik zie een blauw puntje staan. Wat is hier gebeurd? Hey, Pennywise. Nee. Kom aan, zeg. Nee, kom dan. Oh shit, hij heeft een gun. Hey ja. Oké, wegwezen hier. Weg. Oké, laten we proberen aan te rijden. Oké, laat hem maar komen. Laat maar komen. 3, 2, 1, en Pennywise. Oh nee, snap, ik heb hem niet geraakt. Oké, mensen, we gaan Pennywise pakken. We gaan aanrijden. Let's go. Hoppa. Zo, heb je nou eindelijk je lesje geleerd? Als jij denkt dat ik niks heb. Zo, hè? Je bent niet kogelvrij, vriend. Kom aan. Oké, let's go. Wee. Probeer maar te schieten. Probeer. Hoppa. Zo doen we dat. Hè? Kom aan. Au. Oei, bijna. Oké, hoppa. En zo doen we dat. Zo, Pennywise, je hebt niet meer zoveel levens, hè? Niet meer zo stoer doen, vriend. Kom aan. Oké. Zo doen we dat. Oké, rij hem aan. Hé. Kom op. Nee. Oh, nee. Ik heb hem aan moeten gereden worden. Zo. Slaap je nou eindelijk? Heb je het gehad? Geef je het op. Zo doen we dat, hè? Rotclown dat je bent. Oké, ik zei het, hè? We zijn sterker dan de clown. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Abonneer op de kanaal met het belletje aan. En ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.